Matt Damon is onze eye candy van deze week. Al op jonge leeftijd maakte Damon zijn entree in de filmwereld. In Mystic Pizza zit hij tegenover Julia Roberts en maakt hij duidelijk dat hij niet zo van groente houdt. Mom, do you want my green stuff? That's called the tamale steamer. It's the best part. Zijn eerste grote rol was dat van militair Ilajo in Courage Under Fire. Hierin speelde hij onder andere naast McRyan en Denzel Washington. What happened next isn't important, it's what happened that night. Een jaar later speelde hij in de door hem en Ben Affleck geschreven film Good Will Hunting. What happened? Did she leave you? Was she, you know, banging some other guy? If you ever disrespect my wife again, I will end you. I will fucking end you. Voor de film ontvingen hij en Affleck een Oscar voor beste scenario. I just said to Matt, losing would suck and winning would be really scary, and it's really, really scary. Na Good Will Hunting ging zijn carrière hard. Damon schitterde in blockbuster na blockbuster, waaronder in The Talented Mr. Ripley, Ocean's 11 en de Bourne-trilogie. This is Jason Bourne. I need to talk. Vanaf deze week is Matt Damon weer terug in de bioscoopzalen. Dit keer als huurling William Guerin in de volledig in China opgenomen film The Great Wall. I fought for greed. Gods. Damon wordt samen met Pedro Pascal gevangen gezet in de Chinese muur. Ze ontdekken een mysterie achter de muur. Worth fighting. The Great Wall met Matt Damon is nu te zien in de bioscoop.